morgen al online. Goed zo, wat gaan we doen? Nou, repetitie. Waarvoor we de afgelopen tijd hebben afgeteld. Een hele goede morgen. Welkom in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En ja, nog 2 dagen. En daarom moet ik mijn baard laten staan. Kijk, hier is mijn kruis. Goedemorgen, lieve duifjes. Lieve, goedeochtend. Ga lekker slapen, jongen. Ja, hoor. Heerlijk. Ja, Lucille ook lekker geslapen en Luxie. We zitten lekker aan het ontbijt, het is donderdag. Zo, papa, ik krijg echt, ik denk als iets van overmorgen, dat zijn wel iets van tot hier. Ja, papa moet de baard laten staan. De baard laten staan. 2 dagen, jongens. Het voelt heel erg onwennig. 2 dagen. En een beetje onverzorgd, moet ik zeggen. Het kietelt een beetje, alsof er van die beestjes nu zitten. Zo in mijn haakje zitten. Maar ik laat hem staan. Over 2 dagen heb ik hem nodig. Ja. Ik hoop dat hij echt overmorgen wel langs staat. Ik hoop het. Nou, we gaan het zien. Zoals opa, hè? Zoals opa. Nou, dat zal helemaal kriebelen volgens mij. Maar het wordt weer een leuke dag. De kinderen en ik hoop dat hier zo... Snorretje. Ja, dan mogen we ook wel. Nee, zulke. Zo'n krul. Dus zoals Klaas vaak. Nou, je hoort het. Hun vinden het geweldig. Papa laat en dan hier nog zo'n hele lange baard. Nou, wij zijn heel veel plezier op jullie lange school. Ja, dank je. Ja. Papa en mama gaan eventjes de tussenuit voor ons huwelijks-APK. Nou, dat wel dus. Dus wij zeggen tot vanmiddag. Tot vanmiddag. Doei. Doei. Hoe gaat het met je vinger, jongen? Goed. Laat eens even kijken. Kijk eens. Kijk, gisteren heeft hij zijn vinger... Nee, eergisteren had hij zijn vinger gestoten. Hebben jullie gisteren gehoord in de vlog. Maar vandaag gaat het al iets beter. Ik heb zijn verbandje even vernieuwd eromheen. En de zwelling van zijn vinger is al een stuk minder. Alleen het doet nog wel een beetje pijn, liefie. Dus we hebben toch nog even een verbandje eromheen gedaan. Dus we moeten voorzichtig doen vandaag, hè? Ja. Niet te hard pakketje spelen. Mama. Mama. Mama, je krijgt die leeftijd. Mama. Dat is echt lichtelijk schamen voor mama. Mama. Oké. Okay. Nee, nee. Nou, wat gaan we doen? Oh, maar we gaan naar school. Laat de fiets maar staan, schatje. We gaan nou naar school. Gaan we straks met de fiets spelen, goed? Ja, zeg maar dag, fiets. Ja, we gaan nou naar school, liefie. Ja. Ga je die meenemen? Naar schooltje? Luxie heeft een vriendinnetje in haar klasje. Die is ook 2 jaar. En daar gaat ze samen altijd mee spelen, Luxie. Gaan we lekker spelen met de kindjes? Oké. Zeg maar dag, dag. Veel plezier. Dat zijn ze. Poppetje. Zo, wij zijn inmiddels weer thuis. Daniel en ik zijn vanochtend weer even lekker met z'n tweeën in de wellness geweest. In de sauna resort geweest. Waar we even ons helemaal zen hebben gevoeld. En gerelaxed zonder social media, telefoon, mails, belletjes en al dat soort dingen. Gewoon even lekker rust. Want, ja, Daan is nu even de honden uitlaten. We gaan zo de kinderen namelijk weer ophalen van school. Want morgen, voor jullie, morgen gaat er iets ontzettend leuks online komen, maar ook tegelijkertijd iets heel spannends voor Daniel en mij online komen, wat jullie allemaal gaan zien morgen. Morgen komt er sowieso op Luan zijn liedje online, zijn nieuwste liedje online, wat jullie wellicht al een beetje hebben geraden via alle social media posts met het aftellen. Maar daarbij komt nog iets anders, wat ook super gaaf is, wat tegelijkertijd online komt met zijn cowboy liedje. En zoals jullie wellicht weten, Daniel en ik hebben niet specifieke management of of personeel in dienst, wat dan ook. Wij doen echt alles met z'n tweeën, maar soms hebben wij heel veel ambities en heel veel dingen die we willen ondernemen. En groeien we ergens naartoe waarin mensen op ons pad komen die ons daarop kunnen helpen. En dat gaat er morgen. We hebben iets heel leuks tot stand weten te brengen. Iets heel leuks ook voor jullie. Waar wij zelf heel erg van gaan genieten. Voor ons de ervaring echt top is om dit mee te maken. Ook voor onze kinderen. Die gaan helemaal. Die hun zijn hier ook al een tijd mee bezig. Die weten achter de schermen waar mama en papa mee bezig zijn. En die kunnen ook niet wachten. Voor hun wordt het zo'n groot avontuur ook. En dan mogen jullie meegaan genieten. Maar het heeft onder andere te maken met onze Bellinga TV app. Ik weet niet of ik meer ga vertellen. Want dat gaan jullie morgen dus allemaal zien.
Maar het is niet voor niks dat we al zo lang deze app hebben. En begin dit jaar natuurlijk dat we niet wisten of ons YouTube-kanaal... of dat allemaal wel goed ging komen met de nieuwe COPPA-wetgeving en dat soort dingen. Waarin we zoiets hadden van, oké, dit is onze kans nu. We hebben nou die app nu 2,5 jaar. Laten we er nu echt voor gaan. We gaan gewoon iets heel erg gaafs doen voor onze fans. Voor onze kijkers, voor onze online YouTube-familie. En dat zijn jullie. En ik kan bijna niet onder woorden brengen hoe gaaf wij dit vinden om dit mee te maken. En dat gaan jullie morgen allemaal zien. Ja, ik maak het heel spannend, hè? We zien ook hoe Luan en Lucilla en Luxie hier ontzettend van genieten. We zijn natuurlijk de afgelopen tijd bezig geweest met allerlei soorten kostuums. We zijn bezig geweest met zijn liedje. We zijn bezig geweest met het dansje wat op zijn liedje gaat komen. De danseressen. Maar achter de schermen hebben we nog meer in het Cowboy Westin gebeuren allemaal meegemaakt. En dat gaan jullie morgen allemaal zien. Maar voor zover dat dus allemaal is, het lanceren van wat we morgen precies gaan doen, daar laat ik jullie nog eventjes voor in spanning. Wij gaan zo eerst even de kinderen ophalen van school. Lucilla, Luan van de basisschool en Luxie van het kinderdagverblijf. En daarna gaan we weer door naar de dansschool, waar lieve Claudia ons helpt met een superleuke dans op het liedje van Luan. En die gaan we nog voor de laatste keer even repeteren. En even de puntjes op de i zetten. Om even de pasjes en de dansjes even goed af te stemmen. Ook met de danseressen die erachter staan. Wellicht dat Luan een iets andere, makkelijkere versie doet. Omdat hij natuurlijk ook zingt in het liedje. Dat gaan we zo meteen even allemaal met ze afstellen. En is dit echt de laatste dansrepetitie voordat wij het weekend ingaan. En wij dus de videoclip gaan maken. Dat is dit weekend. En jullie morgen al online gaan zien hoe dit hele avontuur is geworden. En de videoclip echt online verschijnt op Luan Bellinga zijn eigen YouTube kanaal. Dus het gaat morgen gebeuren. Super spannend. We hebben er heel erg veel zin in. Luan en Lucilla en Luxie hebben er ook super veel zin in. Ze zijn echt iedere avond al aan het dansen en zingen en aan het doen. En kunnen zelf ook niet wachten om het helemaal tot stand te gaan brengen. En het is voor ons gewoon weer een super leuk familieavontuur. Voor jullie gewoon natuurlijk weer lekker van mee kunnen genieten. In onze vlogs. Ik ga niet verder praten. Ik ga nog even snel mijn thee opdrinken. En dan vliegen we door naar school en naar kinderdagverblijf om de kinderen op te halen. En gaan we door naar de dansschool. Hi. Die hebben we hier weer. Luxie. Luxie heeft praatjes. Ze zijn dus ook bij kinderdagverblijf. Luxie heeft heel veel praatjes, maar je kan het nog niet verstaan. Hè, schatje? En wie komen daar uit de auto? Hey. Luan. Ja. Nou, jongen. En wie hebben we daar? Oh. Ja, daar hebben we Lucilla. Was dat leuk op school, schatje? Ja. Wow, coole move. Jump. Okay. Jump. Goed zo. Wat gaan we doen, jongen? Weer naar de dansschool. We gaan weer lekker oefenen en lekker dansen en lekker swingen. Oh nee, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Lu! Ja, kom. Ga naar de dansschool. Nou, Luan. Ik wil van het rondje toch gaan aanpassen. De finale repetitie. Heb je er zin in? Ja. Ja, daar gaan we dan. Hè. De finale repetitie. 4 en 1, 2, 3, 4. Ja, Annie, je hebt het dus hartstikke goed. Sanne, wil jij ook beide schouders even ver naar achter bewegen in de bout? Doen we nog een keertje. Beginnen bij het begin. Alles gelukt, dames? Ja. Gaan we weer. 7, 8, naar rechts. Naar links. Naar rechts. Naar links, stap uit en rechts, links, rechts, sluit bij. Boom, 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 boom. Oh, ja, nou, wij zitten hier weer voor de spiegel. En de meiden die zijn hier bij en Luan ook. En ze gaan nou weer oefenen voor het liedje. Staan ze weer. Gaan we kijken, Sil? Ja. Ja? Oké, hoppaartje op. Hoppaartje op voor jullie. 5, 6, 7 en hoppaartje op. Open, dicht. Open, dicht, diep en diep. En hop, paardje hop. En de open en de dicht. Duimpje omhoog. Hier heb ik een vuist, hè? En die vuist blijft hier. Dan zetten we de hoed op. Gespreide vingers. Gewoon helemaal open. Ja, dus niet zo. Zie je? Maar zo. Ja, gewoon naar voren. En op je hoed vuisten. En hier gaan ze hier open. Ja. Oké? Okay. Ja. Vanaf het begin, ik ben een cowboy. 7, 8, ik ben een cowboy. Ba-da-da-da-da-da. Zit een hond op mijn kop. Iedereen aan de kant, ik ben een cowboy. Ba-da-da-da-da. Da-d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 a. Ja, goed zo. Cowboy.
Ja. Lieve Claudia, die alles weer voor ons heeft bedacht en super veel tijd heeft geïnvesteerd in de meiden en in Luan en Lucilla natuurlijk om het dansje te gaan leren. En ja, ze gaat ook mee met de clipopname. Zeker, ja. Dus het wordt weer hartstikke leuk, Luan. Dus Claudia staat gewoon erbij mee te dansen, hè, waar de clip gaat opnemen. Dus super dankjewel voor al je tijd en ja, we gaan een hele leuke clip maken, hè, van het weekend. Ja, helemaal goed, hè? Ja. Ja. Zo, wij zijn weer thuis. En papa en Luxie die gaan even de hondjes uitlaten. Ja, Luxie heeft Pip en ja? Boezem. Ah. Ga je Pip uitlaten, Luxie? Ja, dat vindt ze mooi. Ja? Oké, tot zo. Ik ga zo lekker koken. Maar ondertussen dat ik ga koken, zit Lucilla hier lekker aan de tafel. Want wat hebben wij hier, Lucilla? Fanmail. We hebben allemaal mooie fanmail. En Lucilla was heel erg nieuwsgierig naar al jullie mooie tekeningen. Dus die wil ze lekker gaan uitpakken, terwijl ik lekker de keuken induik om te kijken wat we gaan eten vanavond. En ze is al begonnen. Elias met de kroon. Oh, wat leuk schatje. Dat is van de boot. Ja. Elias de boot. Nou, dat is leuk. En van de kroon. Oh, en ze zoeken de koning dan. Dat we deze krijgen.
kijk in het boekje met een grote olie. Ze heeft ons al ontmoet, zie je dat? Ja. Hallo lieve Bellinga's, ik ben Sylvia en ik kijk iedere dag jullie video's al 4 jaar. En ik verheug me altijd op de nieuwe vlog. En dit. Super lief. Handjes. Mooi. Handjes. Lucilla. Luo. Luxie. Vara. Roezo. Pip. En Dario. Vara. Ja. Regenboog! Die is mooi, hè? Alle namen erop. Heel mooi. Even kijken. Luxie. Ze heeft zo'n mooie haren. Ja. Heel erg leuk. Zie je dat, Luxie? Dat zijn de kindjes. Je kijkt de video's. Zie je? Die mag ik straks wel dan maken, ja? Mama. Ja. Luxie, hier zit dan wel. Nog een keer. Mam. Ja. Ja, leg maar neer. Dat is op de tafel. Doei. Mama, dit is haar Leuk! Oh ja, hang maar bij elkaar.
zijn dat? Super lief. Ach, en een mooie foto. En dan daar is een briefje, lieve Bellinga's. Ik ben Fem van 10 jaar en ik ben zo dankbaar en blij dat ik ooit op een dag begon met vlogjes van jullie te kijken. Ook al moest ik iets doen of kon ik die dag jullie niet bekijken, dat maakte me niet uit. Dan keek ik ze maar een dag later. Ik kan geen vlog van jullie missen. Ik vond jullie zo'n leuke familie. Hoe goed jullie voor je gezin zorgen. Maar ook elke dag weer leuke vlogjes maken. Dat vind ik heel knap. Lieve Bellinga's, ik hou van jullie. Liefst Fem. Ah, super lief. Dankjewel hoor. Heel erg lief allemaal, hè. Ik heb al heel veel dingen gekregen, hè. Wormpjes. Mooie andere dingen. Ook een mooie brief erbij. Ondertussen ben ik lekker aan het koken. We eten vanavond een lekker vers, nou vers zou het niet zijn, maar een lekker vers schuimpje uit de vriezer. Zalm met spaghetti en tomatensaus maak ik er zelf even doorheen. Ik heb hier de tomaten even aan de kook en die pureer ik dan, die doe ik er dan doorheen met lekker stukje zalm erbij. Dat lijkt me wel even lekker, ja. Terwijl het eten nog even achter op het vuur staat, zit ik nog even te kijken naar de superleuke Femmel. Jullie weer van jullie hebben gekregen en deze ook heel erg lief met de foto er voorbij toen we de meet and greet hadden. Heel erg leuk om al jullie lieve post te kijken. En deze ook met de unicorn heb ik Silla volgens mij al laten zien. Dus even kijken of ze alles heeft gehad. Hier ook een heel lief briefje. En oh, met een mooie Elsa haarband erbij. Een super lief briefje. Ja, hier, kom kijken. Lieve Luan, Silla en Luxie, omdat ik het altijd zo leuk vind om jullie te kijken, wilde ik iets leuks voor jullie maken. Voor Luan heb ik een duimpje omhoog gemaakt, zodat je al laat zien. Voor Lucilla heb ik mijn best gedaan om een mooie unicorn te maken. Oh, dat is deze mooie. En voor Luxie heb ik een leuke haarband gekocht. Heel erg lief. Van Charlie, 6 jaar. Super lief. Dankjewel, Charlie. Mama, ja. Is die? Dus daar zit Elsa op, zie je dat? Ja, misschien ook stiekem wel. Ik was die leuk, hoor. Mooie tekening. Even kijken of ik heb iets gemaakt. Deze is ook heel erg lief. Oh ja. Die is open, die was open. Nou, Zil, je hebt aardig alles open gemaakt, of niet? Mooie olifant van Sam. Voor Luxie. Deze is voor Luan. Kijk elke dag jullie vlogjes. En ik heb een tekening voor Luan en Silla gemaakt. Van mij. Luxie. Deze is ook van Sam. Sam, ik nu een uitspreking van 5 jaar. Deze is voor mij. Super lief. Ja, die was voor jou. Dankjewel, lieve Sam.
Lucilla, Lucifer en Daniel. Die zijn echt de beste ever. Mijn nichtje van bijna 5 is super fan van jullie. En ik kijk altijd samen met jullie vlogjes. Heel erg lief. Dankjewel met de leuke foto's erbij. Het is altijd leuk om een fotootje van jullie te zien. Omdat wij natuurlijk niet jullie kunnen zien. We hebben natuurlijk wel, als we bij meet and greet zijn, een idee hoeveel van jullie erachter zitten. Maar we hebben natuurlijk niet echt een idee van gezicht. En dan is het altijd leuk om een foto van jullie te ontvangen. Van Olaf in het zonnetje. En deze mooie tekeningen. Oh, die kunnen jullie zelf inkleuren volgens mij. Oh ja, superleuk. Met allemaal lieve briefjes erbij. Met onze namen en een mooi knutselwerkje. Heel erg mooi. Daniel, Varen. Oh, kijk. En ook weer een fotootje erbij. Kijk, het zijn de kindjes. Een heel lief briefje. Ik moest mijn verhaal kwijt. Dus ik zelf heb dyslexie. En ik ben... lezen. En mocht er iets zijn op school of wat met je ouders, ik zou zeggen, praat erover met een juffrouw op school of met je ouders. Dit soort dingetjes. Ik kan het heel lastig vanuit zo heel lastig helpen. Dus zoek echt hulp bij degene die je vertrouwt. Papa? Ja, dat is papa. En dan ben je hier een briefje. Papa! Love staat erop. Lieve Bellinga's, zijn jullie al op skivakantie? Naar Landal is grappig geweest. Groetjes van Mira. Super lief. Heel lief kaartje. Mocht je trouwens iets hebben van, oh, Varen, wat leuk, fanmail. Ik wil ook graag naar jullie fanmail toesturen. Dat kan, ons fanmail, ons postadres staat onder onze video's. Onze alle YouTube video's, daar kan je het postadres vinden. En wie weet vind je ook zo je fanmail weer terug in onze vlog. Vinden ze wel heel leuk natuurlijk, hè? Die mooie tekeningen. De Bellinga's van Samantha. Heel erg lief, Samantha. Dankjewel. Dat zijn volgens mij stempels. Ik ga even verder met eten, want volgens mij is het al bijna klaar. Het ruikt in ieder geval lekker hier achter mij in de keuken. Kom toch niet zo op de tafel. Ja, een ondeugende snoetje erbij. Wat ben jij aan het doen? Zullen we even in de stoel gaan zitten? Nee. Nee, tuurlijk. Nee. Ja, een mooi papiertje. Kom, gaan we er even vanaf, liefie. Ik heb de... vis er alvast uit gedaan. En nu ga ik zo heel even de spaghetti samen mixen met de gepureerde tomaten. Aan tafel. Inmiddels zitten we allemaal lekker aan tafel en gaan wij zo de vlog afsluiten. Maar voordat ik dat ga doen, ja, laat ik even nog een beetje de spanning liggen. Want morgen, jongens, morgen komt er een mega grote verrassing voor jullie online. En is het zover, waarvoor we de afgelopen tijd hebben afgeteld. Maar voor nu gaan we lekker met z'n allen eten. Vond je dit weer een leuke vlog? Doe even de... dankjewel. Vergeet niet te abonneren, klik hier op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Voeg je hart, mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.